de eerste maal wordt ook in Frankrijk een wedstrijd voor jongeren onder de 15 jaar betwist met wat in Amerika zeepkisten wordt genoemd. Tegen 40 in het uur snorren de miniatuurwagentjes naar beneden. Ze zijn eigen fabrikaat van de renners. Weinig mededingers werden uitgeschakeld door technisch defect. Ja, de toekomst van de Franse constructie is in goede handen. Het werk voor hulp aan de Duitse jeugd van het Amerikaanse leger schreef eveneens een grote prijs uit voor jonge autorenners, waarvan de finale plaatsgreep te Stuttgart. De 36 uitblinkers van de 30.000 deelnemers uit de Amerikaanse zone namen het vertrek. De overwinnaar wacht een 14-daags verblijf met zijn ouders in de Verenigde Staten en deelname aan de Amerikaanse Soapbox Derby.